Dit is echt rechtstreeks. Vanaf 9:15 zitten we bij elkaar. En de sfeer is een beetje grimmig. Eigenlijk behoorlijk grimmig. In de inleiding horen we nu Henk van Horen aankondigen. Henk van Horen werkt nog steeds bij de VARA tot 1 januari. U hoorde Max van Wezel aankondigen. Hij is redacteur bij het Weekblad Vrij Nederland. Tegenover ons zit meneer Jan Maat, voorzitter van de Centrumpartij. We hebben geprobeerd om politici in deze uitzending te halen. Politici van de drie grote landelijke partijen. Uiteindelijk wilde van geen van die drie partijen iemand met Jan Maat in discussie. Meneer Jan Maat, een stukje proza wil ik u even voorlezen. Ja, dat is goed. Mag ik gelijk reageren? Nee, ik wil u een stukje proza voorlezen. Ja, maar... Alle Turken met zwart haar, een Turkse naam en een knoflooklucht, dienen onze schone stad voor 1 augustus te verlaten. Zo niet, dan neemt de staat jullie eigendom in beslag. Jullie kinderen worden doodgeschoten. Jullie vrouwen worden verkracht. En de mannen zullen worden opgehangen. Wat vindt u daarvan? Onzin. Kent u het? Nee, ja, u leest het nu voor. Dit is verspreid een paar maanden geleden in Arnhem. En de politie in Arnhem heeft daar een onderzoek, is bezig met een onderzoek naar dit fascistische pamflet. Dit is fascistisch, wat ik net heb voorgelezen. Nou, laat ik dit beginnen. Dit is fascistisch, nou, is mijn conclusie. U geeft daar geen antwoord op. Ik wil u even vertellen waar die tekst vandaan komt. Waar ging het om? Gaat het om dit is mijn verspreid reactie daarop? Die wilt u niet eens hebben. Ik vraag u, kent u dit? U kent het niet. Ik zeg, dit is verspreid een paar maanden geleden in Arnhem. De Arnhemse politie heeft een onderzoek ingesteld. En wat is gebleken? Dit pamflet is verspreid door leden van de Centrumpartij. Nou, dat is mij niet bekend. Dat is een tekst waar ik niet achter sta. U begint gelijk met de kreet fascisme. Ik wil toch eerst eens reageren op de grote politieke partijen. Aan hen is nee, het ik heb u, te wijten. Zo gaan wij niet discussiëren tot 10:30. Ik heb u een vraag gesteld. U bent hier gekomen om geïnterviewd te worden en om antwoord te geven op vragen. Nou, daar ben ik mee bezig. Dus kijk, die grote partijen die niet willen komen, die zouden in de frontale aanval gaan. Maar om frontaal in de aanval te gaan heb je wapens nodig. Die hebben ze niet. Vandaar dat hier niet de heer Van den Berg en de heer Kamming gaan zitten met hun vreselijk grote mond. Waar totaal geen inhoud in zit. Maar twee journalisten. Nou vind ik het best. Want wij zijn democratischer dan en die partijvoorzitters die hier niet op durven draven. En meneer Van Wezel die alles wat hem niet bevalt maar wil verbieden. Ik heb u net een vraag gesteld over deze tekst en ik wil daar een reactie op. Nou, dan zegt u, wat is fascisme? Nee, ja, ik constateer dat hier fascistische taal is verspreid door leden van de Centrumpartij. Dat zou u toch moeten weten? Nee, laat ik zeggen, als dat zou gebeuren, dan zouden wij die leden ter verantwoording roepen. En als dat door hen gebeurt, zouden wij maatregelen, disciplinaire maatregelen in onze organisatie nemen tegen dat soort mensen. Die zijn hier niet tegengenomen. Het is mij niet bekend. Wij zijn een democratische partij. Wij willen oplossingen zoeken binnen het stelsel van de parlementaire mogelijkheden en de huidige normen en opvattingen. En dat behelst zeker niet een aanpak die daar uit dat geschrift naar voren komt. Wat doet u met of dat fascistisch is? U wou toch een antwoord? Ja, maar ik vraag wat u met dit soort leden of dat fascistisch is, dat zou ik zo niet zonder meer durven zeggen. Fascisme wil zeggen, naar mijn idee, althans een aantal belangrijke kenmerken daarvan. In de eerste plaats je politieke opvattingen doordrukken als dat moet met behulp van geweld. Nou, Turken ophangen en zo, dat vind ik wel geweld, eerlijk gezegd. In de tweede, ja, maar ik weet niet, ik denk het niet, meneer Van Wezel, ik sta... Als het tegen Turken is, is het opeens geen geweld? Afwijzend tegenover die tekst. Maar, volgens mij, zijn de minderheden hier in Nederland geen politieke tegenstanders. Dus daar vergissen wij ons een beetje in. Ik denk, de Centrumpartij... Wat zegt u nou? Fascisme is alleen politieke tegenstanders met geweld uitschakelen. Onschuldige mensen zoals Turken in Arnhem met geweld dreigen. Dat is geen fascisme. Ik was net bezig over fascisme. U laat me niet uitpraten. Dus het opzij schuiven van politieke tegenstanders met behulp van geweld is één van de kenmerken van het fascisme. Een tweede kenmerk van het fascisme is dat ze streven naar wereldoverheersing. En de derde is een zeer dictatoriale structuur in zowel de partijorganisatie als in het bestuur van een land.
Dat zijn de drie belangrijkste kenmerken die weergegeven zijn door drie politicologen uit de jaren 30, Friedrich en Brecht. En die mensen hebben toen als voorbeeld van fascisme, van fascistische systemen gegeven, Nazi-Duitsland van Hitler en Rusland van Stalin. Maar u laat dus buiten... En daar zetten wij ons volledig tegen af. Nee, maar ieder lid wordt geballoteerd. Ja. Dan zie ik die leden de Hitler goed brengen. Dan wel, nee, dat heeft u nooit gezien. Wel, ja, in Amsterdam. Nee. Wel, nee, meneer. Als dat gebeurt, kan u de straat nog noemen? Ja, dat zou best. Het Centraal Station. Ja, zo is het. Vanaf de Dam. Tuurlijk. En, waren dat communisten of socialisten? Dat waren aanhangers van u die net uit het hotel Krasnapolski kwamen, meneer Jan Maat. Ja, dat zegt u. Maar wij geloven dat helemaal niet. Ten eerste ben ik daar niet bij geweest. En wij denken veel eerder dat net als in Almere politieke tegenstanders dat soort flauwekul uithalen om te proberen de naam van de Centrumpartij te bezoedelen. En u weet dat wij dus via het dreigement en de uitgifte van de dagvaarding aan het Dagblad de Gelderlander, dat in het Dagblad de Gelderlander hebben weten laten te rectificeren. Waarom? Want als daar in Almere wij binnenkomen en er staan op de stoep al een aantal mensen gek te doen die niet bij ons horen, en binnen wordt verluid zelfs nog een lid van de PvdA die zo over zijn toeren raakt dat die de gek loopt te doen, dan hoeft u dat ons niet in onze schoenen te schuiven. In de Tweede Kamer, dat weet u ook, wordt met hand op stemmen gestemd, hand op steken. En we hoeven nou niet meer te verzwijgen wie daar dan zogenaamd die Hitlergroet zit uit te brengen. Dat is een hoogmatige de Partij van de Arbeid-fractie. Die zit daar te doen. Nou, ik hoop dat dit de strafrechter op een idee brengt om tegen u iets aan te spannen. Nee, naar een officiële, wij kunnen officiële de foto, uitlatingen we kunnen de foto van meneer Jan Maat. Die staat in de krant. Maar als ik toevallig, dit is een per ongeluk, nou, dan moeten we dat doen. Als ik toevallig in de Kamer diezelfde beweging zou maken, dan zou het wel van mij worden verteld. Nou, beweegt u zich vooral niet in de Kamer, maar wilt u nu antwoord geven op de vraag van Henk van Hoorn, hoe het komt dat u zoveel mensen aantrekt, als u denkt zelf een fatsoenlijk Nederlander te zijn, nou, dat zijn we. Die niet deugen, die voortdurend racistische uitlatingen doen, Turken en Marokkanen bedreigen in pamfletten, zelfs met de dood bedreigen. Dat is erg vervelend, zwak uitgedrukt, maar mij is niet bekend dat onze leden dat doen. Mag ik wel gaan naar officiële publicaties, officiële uitlatingen van de top in uw partij? Waarom zegt u, of zeggen mensen uit de top van uw partij, dat 52% van de misdaden worden gepleegd door mensen van de etnische minderheden, terwijl alle officiële cijfers spreken van het is slechts 7%. U bent daarvoor gedaagd in kort geding en u hebt dat verloren. Waarom zijn dit soort, mijns inziens, racistische uitlatingen gedaan door de top van uw partij? Of door uzelf? U heeft terecht gezegd dat wij bij rechterlijk bevel daar niet over mogen praten, op straffen van een boete van 25.000 gulden. Dus zo gek krijgt u me hier niet. Ontoelaatbare overdrijving heeft de rechter het genoemd. Waarom stelt u de zaken zo ontzettend verkeerd voor? Waarom gebruikt u over de ruggen van buitenlanders heen grove leugens? Ik heb voor de radio in een uitzending van ons verteld dat wij betreuren dat we een verkeerd percentage hebben weergegeven. Dat we daarbij zijn afgegaan op andere publicaties. Waarom zegt u tegen uw partijraad, er kan ons nog van alles te wachten staan. Bloedwraak, veel wijverij, koppensnellerij, stammenoorlogen. Ja. Waarom zegt u dat? Het is natuurlijk zo dat een aantal jaren geleden de grote partijen vertelden dat de minderheden zich hier naar hun eigen cultuur optimaal zouden kunnen ontplooien. En als je dat in extremen doordenkt, koppensnellerij en stammenoorlog. Ja, er zijn echt nog mensen over de hier wereld, in Nederland. Over, wacht u nou even, u vraagt mij toch een antwoord. Ja. Er zijn dus echt mensen in de wereld die dat in hun cultuur nog doen. Nou is dat natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar er zijn toch wel andere zaken die niet zo extreem zijn en intussen wel in Nederland gebeuren. Dus die extreme zaken, die koppensnellerij, dat denk ik natuurlijk ook, dat hoop ik ook nooit, dat dat zich in ons land zal gaan voltrekken. Dat gebeurt maar, ook niet meer, denk ik. Waarom zei u maar, dan, er kan ons nog het gaat alles hier niet staan, om, of dat gebeurt, Nederland. Waar het om gaat, is als iemand als Den Uyl, als in de tijd Terlouw van D66, gaat vertellen dat die mensen zich optimaal moeten kunnen ontplooien. Dan zeg ik, man, je denkt niet verder na dan je neus lang is. Want dat zouden eventueel de consequenties kunnen zijn. En vindt een uil dat. En als je daarop doorgaat,
veel minder in dat soort extreme voorbeelden, is bijvoorbeeld dat de islamitische godsdienst geen scheiding kent van kerk en staat. En als u vindt, en dat lopen ze toch te beweren, dat die mensen zich optimaal moeten kunnen ontplooien, dan bent u met een totaal ander maatschappijbeeld bezig. U wilt zich toch ook optimaal kunnen ontplooien in de Nederlandse samenleving. U wilt zich toch ook optimaal kunnen ontplooien? Waarom gunt u dat andere mensen niet die hier wonen? Ja, maar meneer Van Wezel, dan vind ik wel dat niet u, maar uw partijvoorzitter hier had moeten zitten, de heer Van den Berg. Want die wist ik ben precies. Partijvoorzitter niet, meneer. Nou, ja. Ik ben journalist. Ja, dat weet ik. Maar u haalt ik dacht heel dat veel u... dingen door elkaar altijd. Ik dacht dat u ook heel lastig lid was... van u. Ik dacht dat u ook lid was van de Partij van de Arbeid. Ik ben journalist. Ik zit hier als journalist. Maar u bent alleen verbonden aan Vrij Nederland. Ik ben alleen journalist. Ja, Vrij Nederland. Ja. Zeg, zullen we even ter zake komen, Jan Maat. U goochelt ontzettend met getallen, vind ik. Valt wel mee, hoor. Valt wel mee. Nou, laten we eens even kijken. Het aantal buitenlanders in Nederland, hoe groot is dat op dit moment? Nou, dat kan geen zinnig mens een antwoord op geven. Jawel, die worden geteld natuurlijk. Ja, maar in de tijd zei minister Gardiniers... Dat nee, bewust op dit moment. Te lage aantallen werden doorgegeven. Nee, hoeveel denkt u dat er op dit moment zijn? Ik heb daar, laat ik zeggen, de minderheden zelf wordt van gezegd 800.000. Maar er zijn dus gewoon de mensen uit Suriname die Nederlander zijn. Dus die vallen buiten die vreemdelingen. Dan zijn er... schattingen die sterk uiteenlopen in zaken het aantal illegalen. Van regeringszijde wordt dat zeer klein gehouden. Een paar maanden geleden 20.000. Dat is later opgetrokken tot 60. De vreemdelingenpolitie heeft ons verteld boven de 200.000. Dus het wordt erg moeilijk. Waar zitten al die mensen? Ja, nou, laten we straks naar Amsterdam en Den Haag gaan. Dan gaan we samen kijken. 200.000 mensen die illegaal hier zitten en... Laten in huizen neem ik aan. Meneer Van Horen. Ja, en hoeveel zie ik er dan, denkt u? Dat weet ik niet. Kan ik aan de neus van die nee, mensen uw probleem zien is, ze illegaal zijn? Kijk, het probleem dat met kan is... kan ik toch ook niet? Nee, precies. Maar hoe weet u het dan? Omdat wij dat dus uit betrouwbare bronnen vernemen. Nou. Je mag dus zeggen, als de regering zelf gaat zeggen 60.000, dan kan je net zo goed vragen, waar zitten die? U vindt de regering geen betrouwbare bron? Begrijp ik. De regering is geen betrouwbare bron. Wij denken... dat de regering inderdaad ter voorkoming van meer spanningen een beleid voert wat gericht is op het stabiel houden van de samenleving. Dus en als bewust u... leugens verkoopt? Ik weet niet of je dat gelijk leugens moet noemen. In de Tweede Kamer als u zegt, wordt het zelfs zijn er 200.000. Door de voorzitter gezegd, je mag niet liegen. En de dus ik denk dat 60.000. Er in de Tweede Kamer nooit gelogen wordt. Maar ik denk inderdaad wel dat juist omdat die gegevens natuurlijk... niet volledig vaststaan, want hoe moet je illegale tellen? Dat het dus schattingen zijn. Maar... en dat de regering bij die schattingen natuurlijk liever aan de voorzichtige kant blijft. Waarom probeert u in verkiezingspamfletten en in andere pamfletten de hele tijd de indruk te wekken dat als de buitenlanders nou maar verdwijnen, dat het dan wel weer goed zal gaan in ons land? Nee. Waarom denkt u dat als u die 3,5% van de bevolking waar we het daarnet over hadden, als je die maar flink pakt, dat Nederland weer een leuk en leefbaar en gezellig land gaat worden? Want daar krijgt u uw kiezers mee. En nu zegt u tegen dat ons, niet. Ja, allemaal dat heel moeilijk, niet, jarenlang nee, verkeerd beleid, nee, kan de nee, Centrumpartij nee, ook niet veranderen. Want u belazert de boel dus. Nee hoor, dat zou u misschien willen, maar dat is jammer voor u, dat doen we niet. U zegt in uw verkiezingsprogramma, u heeft net als er maar als remigratie op gang lezen, komt, dan is er weer ruimte in flats en dan komen er weer banen en dan wordt het verkeer ook niet zo druk en het milieu wordt leuk en je kan weer met je buren kletsen en, enzovoort, enzovoort. Daarom nou, stemmen mensen op u, dat met hun omdat ze denken praten, dat het dan dat weer goed zal, wordt. Dat zal zeker beter lukken als die buren Nederlanders zijn uit dezelfde buurt dan de mensen ja, uit andere verre landen u die geeft het Nederlands nog niet bemachtigen. U geeft nu tegenover ons toe dat u dus ook niet weet hoe de economische crisis verder moet worden opgelost. Ik heb gezegd. Dus dan moet u dat ook niet suggereren jawel, in uw pamfletten dat ik, u dat wel ik weet. Ik heb het wel gezegd, maar u wilt niet luisteren. Nou, even die sociale uitkering. Maar u wilt niet luisteren. Daar sprak u net over. En u zegt, u zei zoiets van bepaalde mensen moeten daar maar niet meer van profiteren. Wat voor mensen denkt u daaraan? Nee, ik heb net gezegd, als ik het me goed kan herinneren, dat het verkrijgen van uitkeringen ook niet per se altijd genieten is. En ik me levendig kan voorstellen, zeker als dat jonge mensen betreft, de jeugd, dat ze liever maar werken dan daar hoe een uitkering te ontvangen. U heeft een eenvoudig... Maar
Ja. Een eenvoudige oplossing in uw partijprogramma. Nee, u zegt, nee. Staat in uw partijprogramma 70% mensen die werkloos worden of arbeidsongeschikt krijgen 70% van het netto minimumloon. Dat staat in uw partijprogramma. Ja. Wij hebben laten uitrekenen wat dat bijvoorbeeld betekent voor een werkloze bouwvakker van 40 jaar met 2 kinderen. Hoeveel denkt u dat die volgens uw systeem overhoudt netto per maand? Ik weet niet welk partijprogramma u heeft. Hier, partijprogramma van de Centrumpartij, niet rechts, niet links staat erop. Nee. Heb u nog niet gelezen? Heb ik. Nou, wij hebben laten uitrekenen wat die werkloze bouwvakker voor 40 jaar met 2 kinderen over zal houden als uw programma aanvaard zal worden. Hoeveel denkt u dat wij, die man overhoudt? Wij, onze principes zijn dat er een groter financieel verschil komt tussen mensen die wel en die niet werken. Voor zover dat niet werken betreft, mensen die dat zouden kunnen, wat hun situatie betreft. Maar op het ogenblik ligt dat natuurlijk vreselijk moeilijk, want het is nu zeker niet zo dat je voor de hele bevolking kan zeggen, als u per se werk wilt vinden, dan vindt u dat. Maar hoeveel, dat is niet meer het hoeveel geval. Hoeveel denkt u dat die werkloze bouwvakker overhoudt? Maar wij vinden dus wel dat zeker mensen die uitkeringen genieten, die niet meer kunnen werken. Dus iemand die niet in de WAO zit, omdat er geen baan meer voor hem is. Ik heb het gewoon maar omdat hij echt een lichamelijke handicap heeft, omdat hij echt zo zwaar ziek is dat hij niet meer aan werken toekomt. Wij vinden dat die mensen recht hebben op een inkomen wat vergelijkbaar is toen ze wel werkten, want ze zullen hun leventje daar verder mee moeten doen. In uw programma. Maar in uw programma staat 70% van het netto minimumloon. En ik zal het u maar vertellen, want u heeft dat niet uitgerekend. Dat betekent voor die bouwvakker dat hij 1014 gulden netto per maand overhoudt met 2 kinderen. Dat is uw partijprogramma, dat is uw oplossing van de problemen. Nee. Jawel. Nee, dat is niet juist. Want u moet zien dat bij de huidige berekeningen er een geweldig hoge sociale premiedruk en belastingdruk op zit. En wij vinden juist dat die hele overheidsfinanciën grondig moeten worden herzien. Want die druk wordt veel te groot. En als we niet oppassen, lopen we achteruit een socialistische samenleving. Ik reken alleen maar uit wat voor de gewone man uw partijprogramma betekent. U moet naar de uitgavenkant kijken, meneer Jammaat. Ja, dan doen wij. Wij kijken juist naar die uitgavenkant. Dus wij zeggen dat is veel te hoog. Als u het over de premiedruk hebt, dan hebt u het over de inkomsten. En Ronald van der Boogaard heeft het over de uitgaven. Dan heeft u het over het bedrag wat mensen van hun bruto loon en werkgevers moeten afstaan. Maar waar Ronald van der Boogaard het over had, is. Mag ik even? Ja, u mag ook hoor. Dank u wel. Die heeft het over de inkomsten die iemand in handen krijgt. Begrijpt u? De uitkeringen, de hoogte van de uitkeringen. Dat is een verschil. Ik reken u voor wat arbeidsongeschikten en werklozen volgens uw opzet in handen krijgen. Daar kunnen die mensen niet van leven. Dat is dus uw oplossing van de problemen. Nee, als mijn conclusie is dat mensen die aan de onderkant van de ladder zitten, niets, maar dan ook niets van u te verwachten hebben. Nou, en dan hebben we het over Nederlanders. Nederlanders en dat denken in uw definitie. Gelukkig ook anders. Dan denk ik dat ze die niet goed hebben nagedacht. Van ons te verwachten, want wij zijn met name op de ogenblik, zoals ik u gezegd heb, tegen inkomenskortingen op de Nederlandse bevolking, zolang dat geld maar zomaar over die grenzen verdwijnt. En de Nederlandse regering moet in dit opzicht eerst eens orde op zaken stellen. En daar komt nog bij dat behalve die inkomenskorting die nu wordt opgelegd, ook nog die multiculturele samenleving op ze afkomt, die ze ook nog eens een keer moeten leren verwerken, waar ze nooit om hebben gevraagd. U valt echt moeilijk te volgen, want ja, daarnet zei u dat weer dat die ambtenaren die dus juist tegen die korting protesteren, dat die het land ontregelen. Wat vindt u daar nou van? Omdat ik zo moeilijk te volgen ben, komen die partijvoorzitters zeker niet. Maar mag ik concluderen, meneer Jammaat, dat u onvoldoende middelen aangeeft om te bezuinigen. Zelfs 12 miljard, dat haalt u belangen na niet. Dat u wilt korten op de sociale uitkeringen. Dat u geen oplossing hebt voor de problemen van de werkloosheid. Wat stelt uw partij eigenlijk voor? Nou, een heleboel. Ja. Daarom haalt u ons hier ook vanochtend, omdat heel Nederland erover in discussie is. Dus dat is voldoende. Ik heb al zo net gezegd dat het regeringsbeleid dermate slecht is. Dat de grote partijen er niet eens uitkomen. De crisis is nu zo groot dat ze elkaar in de Tweede Kamer wel in de haren vliegen. Maar er wordt voorlopig niets opgelost. Maar mijn kop. En nu komen wij met een 10-puntenprogramma. Ja. Nou geven wij de hoofdlijnen aan volgens welke ons Nederland weer een betere samenleving kan worden dan die op het ogenblik dreigt te worden, zich gaat ontwikkelen.
En nou zegt u, wij hebben geen oplossing. Ja. Dat kunt u dus niet waarmaken. Jawel, dat kan ik alleen wel waarmaken. U vraagt nu van ons dat wij gedetailleerd tot in de kleinste puntjes, zonder subsidie, want de minister is dan zo vriendelijk om per 1 oktober, een jaar na de benoeming, eindelijk eens een keer een luttel bedragje aan de centrumpartij over te maken. Terwijl de grote wetenschappelijke bureaus van Partij van de Arbeid en EWG... Ik wil even inbreken. We lopen naar het eind, meneer Jammer. Ja. Ik heb een laatste vraagje. Kent u de Nederlandse grondwet? Zal ik eens iets een artikel voorlezen? Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat staat in de Nederlandse grondwet terecht. Dit gesprek, en dat kan dan een conclusie zijn, heeft wat mij betreft die indruk niet weggenomen. Dat u geen gelijke behandeling voorstaat in gelijke gevallen van gelijke mensen die hier in Nederland zijn. Er is een onderscheid tussen Nederlanders, mensen die het Nederlanderschap bezitten en mensen die dat niet hebben. Hier staat in de grondwet allen die zich in Nederland bevinden. De interpretatie van die grondwet, zoals u die geeft, is in strijd met het handvest van de Verenigde Naties. Dus dan zitten de Nederlanders verkeerd. Want in het handvest van de Verenigde Naties, meneer Van Hoorn, daar staat dat ieder volk over zijn eigen toekomst mag beslissen. En als u zegt dat hier die vreemdelingen dat in gelijke mate zouden mogen, dus door deel te nemen aan het kiesrecht, door deel te nemen aan functies in ministeries, is gebeld over, dan is dat cassettes van deze uitzending. Waarom bij de VVRO, heb je nog geen voorstel in moet dan om de tientje overmaken op Giro 444600 ten name van de VPRO in Hilversum.